Goedenavond, dit is het COVID-19-journaal. We hebben de voorbije 48 uur opvallende bewegingen gezien in het aantal nieuwe besmettingsgevallen. Opmerkelijk zijn de 14 in Apura, die duiden op een geconcentreerde uitbraak in het Kabalebo Resort in Sipaliwini. Ook gebieden als Kwamalasemutu, Yarikawa, lijken nu al op mogelijke clustergebieden. Wat we nu nog zien is dat we bepaalde clusters hebben. We zien nu een cluster in Apura, het was er al, maar nu hebben we voor gisteren en vandaag totaal 14 positieve cases. Voor één klein dorp is dat wel behoorlijk veel. Ik heb contact gehad met de arts van Apura. Ze hebben al die contacten gescreend, allemaal in quarantaine geplaatst. We moeten kijken wat komende week gebeurt. Als we meer cases krijgen of als we cases krijgen, moet het zijn de mensen die als de contact tracing goed is gedaan, de mensen die in quarantaine zijn. We zien ook in Kwamalasemutu, we hebben in 2 dagen ook zo 4 positieve cases. Dus we hebben ook daar nog een paar positieve cases. We zien ook in Resort Yarikawa Uitkijk, we zien elke week dat we 1 of 2 cases van daar hebben. Dus dit zijn die cases, die clusters die eigenlijk door blijven gaan. Zodra we deze clusters onder controle hebben, denk ik wel dat we onder de 10% gaan komen. Maar feit blijft, een heleboel dingen zijn nu opengesteld. Transport is begonnen. Luchtverkeer, er komen meer mensen uit het buitenland. Nederland gaat nu ook in quarantaine. Vanwege het feit dat de toename van de cases in Nederland veel ons zorgen baart. Ze gaan ook in quarantaine, dus een gecontroleerde quarantaine. Maar we moeten blijven houden aan de maatregelen. Er was verder een postmortem COVID-geval. Dat wil zeggen dat na zijn overlijden een Braziliaanse goudzoeker die via Cayenne is beland in Brokopondo helaas als sterfgeval is opgebracht in het COVID-19 dashboard. Contacttracing heeft zich inmiddels uitgestrekt tot de goudvelden in het achterland. We hebben woensdagochtend ook een case gehad waarbij een Braziliaan was komen te overlijden. Postmortem, dus daarna is er van het lijk is er een swab genomen, bleek positief. Deze Braziliaan is woonachtig in Cayenne. Hij is op een gegeven moment in het Novo Gran Criqui, boven het stuurmeer, gesignaleerd. Vandaar is er een helikopter gecharterd voor hem om hem naar de stad te brengen. Hij is in de stad gekomen met nog een andere persoon. De tweede persoon kunnen we nog niet lokaliseren. De taxi hebben we wel gevonden. Er is iemand die assistentie verleent, die hebben we ook kunnen vinden. Er wordt gezegd dat hij is gebracht naar 3 of 4 locaties voor hulp. Maar van 2 van de locaties waren het gewoon polyklinieken die dicht waren. Dus ik weet niet, misschien waren ze niet goed geïnformeerd, want ze konden 24/7 kunnen ze zeker gaan naar AZ Checkpoint. En vooral buiten werktijden, normaal reguliere werktijden, dan wordt er geswapt en is niet nodig. Want hij was er ernstig aan toe, wat ik heb begrepen. Ja, maar gelukkig is hij komen te overlijden. We zijn nog bezig te zoeken naar, kijken naar nog andere contacten die er zijn. Vooral die ene andere persoon die met hem, met de helikopter is naar de stad gekomen. We kunnen ook nog niet goed uitvinden in welk goudveld hij was, op welk goudveld. Er wordt alleen gezegd, hij is van een bepaald gebied naar de stad gekomen. We zoeken het uit, maar we vinden het wel erg dat die man is komen te overlijden. Maar dit is ook een teken om te zien dat als je te laat gaat voor medische zorg, het ernstig kan verlopen. Die man is te laat in het zorgsysteem gekomen, wat jammer is. Wie recentelijk een bezoek heeft gebracht aan de huisarts, zal het vast wel zijn opgevallen dat ook hier de COVID-19 voorzorg in de protocollen geldt. Minder personen in de wachtkamers en als het even kan, geen fysiek bezoek. Maar speel AUB uw klachten alvast telefonisch of via het internet door. De man die hier alles over weet te vertellen is de heer Deepak Gangadin, hoofd van de werkgroep Eerste Lijnzorg. Hij geeft als eerst een overview. Mijn naam is Deepak Gangadin, ik ben particuliere huisarts. Ik ben ondervoorzitter van de VMS, sectie Algemeen Artsen. Verder ben ik ook trekker van de COVID-werkgroep in de eerste lijn. Zoals we weten hebben we ook in Suriname een stijging gehad van de COVID-gevallen. En dat is sinds juni tot zeker tot de maanden september. We zijn begonnen in april. Of in maart, sorry, hebben we het eerste COVID-geval gehad, waarna het enkele maanden rustig was. En zoals we merkten, hebben we in juni een stijging gehad van het aantal gevallen. Het ministerie heeft in augustus een werkgroep samengesteld om het geheel een beetje in lijn te brengen, een beetje te structureren.
om de richtlijnen een beetje duidelijker te maken naar zeker de artsen, de huisartsen in het bijzonder, en ook naar de patiënten toe. De werkgroep die is samengesteld uit verschillende actoren, namelijk de RGD, de medische zending, de VMS en de HIS-jury. Dat zijn de belangrijkste actoren die op dit moment in Suriname verantwoordelijk zijn voor de huisartsengeneeskunde, huisartsenzorg, de eerste lijnzorg. Dus de richtlijnen die we hebben gemaakt op dit moment zijn tot stand gekomen ook in samenwerking met een aantal vakdeskundigen zoals de infectiologen, de patholoog. Verder hebben we nog hulp gehad uit Nederland vanuit, de Radboud Universiteit. Die ons ook de richtlijnen heeft gegeven of heeft geholpen de richtlijnen samen te stellen. Dat is onze collega uit Nederland, Damian van Doornink. Hij was zelf betrokken met COVID gebeuren in de eerste lijn. En hij was zelf in Noord, hij is van Noord-Brabant, Noord-Oost-Brabant denk ik. Daar is de uitbraak als eerst geweest in Nederland, dus hij weet er alles vanaf. En dat, we hebben heel veel van hem mogen leren. Verder ook natuurlijk de input van de Surinaamse vakdeskundigen. Wat is het doel geweest van deze werkgroep? Het doel van deze werkgroep is geweest om de protocollen specifiek voor de eerste lijn voor COVID-19 patiënten op te stellen. En verder zeker ook nog het garanderen van de essentiële diensten. De essentiële diensten zijn een van de belangrijkste diensten. En dat, daaronder vallen met name chronische patiënten zoals diabetespatiënten, hypertensiepatiënten, astmapatiënten en andere auto-immuunpatiënten. Verder ook nog het garanderen van kind- en moederzorg, reproductieve zorg en prenatale zorg en noem maar op. Dat zijn de belangrijkste dingen die we moeten blijven continueren. Want we hebben niet alleen te maken met COVID in Suriname, maar ook met de zorg die door moet gaan. Dr. Gangadin adviseert verder zoveel mogelijk via de telefoon, WhatsApp of via social media met de arts te communiceren. Mocht er sprake zijn van griepverschijnselen, kies dan een van de swap units bij u in de buurt. Natuurlijk gelden volgens de protocollen ook de voorzorgsmaatregelen voor patiënten en artsen op de polyklinieken in heel Suriname. Er zijn verschillende richtlijnen geschreven door de werkgroep. Met name hoe de poly wordt ingericht, welke instructies krijgen de patiënten, welke instructies krijgen de medewerkers, polypersoneel. En dat zijn allemaal richtlijnen die gevolgd moeten worden om zaken ordelijk te laten verlopen. Als de patiënt besluit om de huisarts te bezoeken, is het heel erg belangrijk dat de patiënt telefonisch, oftewel via een app of een sms'je, een berichtje stuurt naar de huisarts. Dat is heel belangrijk, omdat we op de poli geen grote drukte willen hebben. We willen tegelijkertijd niet veel patiënten bij elkaar hebben. En het is belangrijk dus dat ze dat dan doen. Het kan middels een videootje, het kan ook een appje zijn, het kan een telefoontje zijn. De arts bekijkt zo'n appje of een berichtje en neemt dan contact op met de patiënt. Stel, als de patiënt nog griep heeft, griepverschijnselen heeft, dan wordt de patiënt geïnstrueerd om thuis te blijven of 178 te bellen of naar een swap-kliniek te gaan. Er zijn op dit moment 5 drive-through swap clinics, waar patiënten zonder een briefje gewoon naar de swap kliniek kunnen gaan. En dat zijn bijvoorbeeld Poly Latour, Poly Meurzorg, Poly Limesgracht, Poly Geersvliet en er is nog eentje, dat ken ik niet uit het hoofd, maar er zijn 5 van de RGD klinieken die gerust bezocht kunnen worden voor een swap. En als de dokter zegt dat u naar de poli mag komen, na het gesprekje of na het berichtje, dan komt u naar de poli. Zijn er ook richtlijnen op de poli, zoals bijvoorbeeld uw handen wassen, die 1,5 meter afstand in acht houden. U komt naar binnen. Er zijn ook voor de spreekkamer speciale richtlijnen gemaakt
waaraan u zich moet houden. We houden het op 5 tot 6, afhankelijk van hoe groot de wachtruimte is. 5 tot 6, 7 patiënten maximaal in de wachtruimte. Maar we hebben afgesproken 5 patiënten in de wachtruimte. En natuurlijk zijn er ook voor de wachtruimte richtlijnen gemaakt om zoveel mogelijk te ventileren. Eigenlijk is het advies om de airco's uit te zetten, maar in de praktijk is dat een beetje moeilijk uit te voeren vanwege gewoon de warmte. Maar als je de ramen opengooit en als je de deuren opengooit en zorgt voor genoeg ventilatie, dan moet het lukken. En ook hetzelfde geldt voor de spreekkamer. En dan nog wat advies van de hoeder van onze public health, Dr. Ori, de topman bij het BOG. Wat wij zien aan de cijfers op dit moment was in de afname van positivity rate, maar we blijven schommelen tussen 10% en 15%. De testmogelijkheden zijn hetzelfde gebleven. We zien wel dat er minder personen komen om te testen. We blijven rond de 200, ietsje minder, soms ietsje meer per dag dat er zoveel wordt getest. En dan in sommige runs zijn er, heb je meer dan 15%, andere heb je dichtbij de 10%, maar het gemiddelde is in de buurt van 12-13%. COVID is nog niet weg. We moeten dat niet denken dat het al weg is. Belangrijk is dat we over onze piek zijn heen op dit moment. Wat we moeten doen is wat door blijven doen wat we goed doen. Ons houden aan de COVID-regels, want zolang we geen vaccin hebben, gaat COVID blijven. COVID is er ook nog in de landen in de regio, in onze buurlanden. We zien in vooral Europa, we zien zelf India nu verschrikkelijk veel cases hebben. India is nu op de tweede plaats en heeft er veel van dat ze straks Amerika gaan passeren als het land met de meeste cases. Dus we moeten blijven ons houden aan de COVID-maatregelen. Want een tweede golf krijgen we zo. En wat we hebben gezien in al die andere landen, dat de tweede golf eigenlijk erger is dan de eerste golf. We moeten dat voorkomen en dat ligt aan ons. Het volk heeft heel goed gereageerd op de maatregelen. Laten we het zo doorhouden. En als we het zo doorhouden, komen we wel heel goed eruit. Zo hebben we dus gezien dat er nieuwe gevallen worden opgetekend. Wij vragen u om AUB erg voorzichtig te zijn en natuurlijk de COVID-19 maatregelen in acht te nemen. We willen u ook nog eraan herinneren dat de partiële lockdown nog steeds van kracht is. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Dit was het COVID-19 journaal. Tot morgen.